Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen in samenwerking met de Pan-Caribbean Partnership Against HIV/AIDS, PANCAP, een vervolgactiviteit voor leiders van geloofsgemeenschappen en NGO's gehouden. Deze activiteit is georganiseerd in het kader van de 30e herdenking van Wereld AIDS-dag vandaag. Het thema voor dit jaar is Ken je status? Volgens Monique Holtuin, behandelings- en verzorgingsfocal point van de PANCAP, moet het streven van Suriname zijn dat iedereen zijn status kent. Discriminatie is een belangrijke factor, want dat houdt mensen tegen om hulp te zoeken, zegt Holtuin. Waar wij nu naar streven, en het is 90-90-90 aspect voor Suriname. Holtuin gaat hierop in. Het is die 90-90-90. De eerste 90 is dat 90% van de mensen die met HIV leeft ook hun status kennen. In Suriname denken we dat, en in het Caribisch gebied, dat was ook in het artikel van UNAIDS, zag ik op Stanius, geen reclame, rond de 75%. Die tweede 90 is van alle mensen die hun status weten, willen we dat op zijn minst 90% van de mensen ook behandeld worden. Staat er niet bij stil. Een heleboel mensen die weten dat ze met HIV leven, gaan dus gewoon nog niet voor behandeling uit angst en stigma. Die derde 90 is dat van alle mensen die op therapie zijn, dat je ook wil dat ze succesvol op therapie zijn. Want die mensen die blijven krijgen minder complicaties en kunnen HIV niet overdragen aan anderen. Dat is die derde 90. Holtuin benadrukt dat er voordelen zijn voor het kennen van je status voor zowel mannen als vrouwen. Als je status kent, kan je laten behandelen. Als vrouwen hun status kennen, kunnen ze voorkomen dat hun kinderen met HIV geboren worden. Als je je status kent en je bent negatief, kan je ervoor zorgen dat je negatief blijft. Het is ook altijd een goed counselor, key open moment dat je terugkijkt naar je eigen seksualiteit en relaties. Van hoe gaat dat en hoe moet ik daarmee verder? Vroeger startte de behandeling pas als mensen ziek werden. De afgelopen 5 jaar al lang niet meer. Dus al eerder hoor in de westerse wereld, maar de afgelopen 5 jaar ook over de hele wereld is het advies, start iedereen met behandeling. Omdat het voor de persoon meer voordelen heeft en voor de gemeenschap ook. Monique Holtuin, behandelings- en verzorgingsfocal point van de PANCAP. Zij sprak vanmorgen bij een activiteit voor leiders van geloofsgemeenschappen en NGO's in het kader van de 30e herdenking van Wereld AIDS-dag. De activiteit is gehouden in het Courtyard bij Marriott Hotel.